Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we dunne wolkenvelden boven Nederland. Dat zijn hoge sluierwolken en die trekken van noordoost naar zuidwest over het land. We zien dus wolken aan de hemel, maar de zon schijnt er vaak goed doorheen. Dus dat betekent dat we ook een flinke zonnige periode hebben. In het noordoosten komt vanochtend eerst nog even mist voor, maar in de loop van de ochtend lost dat op. En daarna hebben we vanmiddag overal een flinke zonnige periode. Het wordt dan zo'n 12 graden in het noorden, 14 naar 15 graden in het zuiden van het land. Noordoostenwind voelt wat frisjes aan. Uit de wind is het heerlijk weer. Ook vanavond nog prima omstandigheden. Koelt uiteraard wel rap af. Aan het begin van de avond is het dan graad of 11. Morgen wordt het zonniger. Er zijn dan amper wolken. Alleen s ochtends in het noorden een paar wolkenvelden. Maar die trekken weer weg. En daarna is het volop zonneschijn. Temperaturen van 14 tot 17 graden. En de wind neemt ook nog eens iets in kracht af. Dinsdag verwacht ik nog hogere temperatuur, lokaal misschien zelfs 20 graden. Maar tegen de avond neemt vanuit het zuidwesten wel de kans op een regen- of onweersbui toe. Ook woensdag wisselend bewolkt, lokaal een bui. En donderdag wordt het dan wederom plaatselijk 20 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.